Waarom is een computer soms zo traag? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Af en toe is het ontzettend slecht weer in Nederland. Eigenlijk niet af en toe, redelijk vaak. En dan begrijp ik goed dat u geen zin meer heeft en denkt, ik neem de wijk naar Spanje waar het lekker weer is. En u stapt in uw auto en u typt in op uw GPS, ik wil graag de snelste route weten van Amsterdam naar Madrid. Want in Madrid is het altijd zonnig. En binnen luttele seconden komt die GPS, die TomTom, die komt terug met een antwoord. En die komt met de kortste route van Amsterdam naar Madrid. En hoe komt dat nou? Binnen in die GPS daar zit een algoritme, een programma, wat dat heel snel oplost. En dat snelle programma, dat hebben we te danken aan een Nederlander, Edsger Dijkstra. Dat is een informaticus. Jullie zien hem hierachter. En deze Edsger Dijkstra, die heeft dat algoritme ontworpen, wat heel snel die route vindt. En trouwens, Edsger Dijkstra is bijzonder, want hij is de enige Nederlander die de Turing Award heeft gewonnen. En de Turing Award, dat is de Nobelprijs voor de informatica. De informatica heeft geen Nobelprijs, maar heeft wel een Turing Award. En Edsger is de enige Nederlander die dat heeft. Maar stel nu eens dat u niet geïnteresseerd bent in de kortste route, maar in de langste route van Amsterdam naar Madrid. En u mag niet een stad meerdere keren aandoen, hè? Want anders kan je natuurlijk heel makkelijk een oneindige route maken. Amsterdam, Utrecht, Utrecht, Amsterdam. Nee, mag maar één keer. Als je dat zou vragen aan een computer, dan is hij eindeloos lang aan het rekenen. En dan kunt u zeggen, ja, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de langste route van Amsterdam naar Madrid. Maar biologen die zijn dat wel, want die willen vergelijken of de ene DNA-streng gelijk is of erg lijkt op een andere. En als ze dat willen doen, als ze de grootste overeenkomst willen vinden, dan moeten ze zoiets als het langste pad uitrekenen. Dus dat is wel iets waar mensen in geïnteresseerd zijn, biologen. En dus dat is wel iets wat we zouden willen weten, maar daar geeft de computer geen snel antwoord op. Maar allereerst, voor we een beetje gaan begrijpen waarom dat is, wil ik helemaal terug naar het begin van de vorige eeuw, naar 1900. En daar was een bekend, prominent, misschien wel de meest prominente wiskundige uit zijn tijd, David Hilbert. En die sprak voor het wiskundig congres. En daar gaf hij een toespraak en daar legde hij 23 problemen neer. 23 belangrijke wiskundige problemen waar de wiskundige gemeenschap in de komende periode, in de komende eeuw, aan zou moeten gaan werken. En het waren inderdaad hele goede problemen. Hij had een hele goede neus voor goede problemen. En heel veel van die problemen zijn opgelost. En het tiende probleem wat hij daar neerzette, dat vroeg het volgende. Dat vroeg om een mechanische methode voor het oplossen van een bepaald soort vergelijkingen. En het is niet zo interessant nu wat voor vergelijkingen dat zijn. Maar hij vroeg om een mechanische methode. En in heden ten dagen zou je gewoon zeggen, hij vroeg naar een programma. Hij vroeg naar een app die dat soort problemen op kon lossen, dat soort vergelijkingen. Maar computers en apps en programma's, dat bestond helemaal nog niet in die tijd. Dat moest nog ontwikkeld worden. En dat werd ontwikkeld in de jaren 20 door drie heren onafhankelijk. Alan Turing, Emil Post en Alonzo Church. U ziet ze hier achter me. Helemaal links Turing, in het midden Post en rechts Church. Turing en Post, die hadden een redelijk ongelukkig leven, zijn niet oud geworden. Turing heeft zelfmoord gepleegd. En Emil Post was zwaar depressief en eindigde jong in het sanatorium. Alonzo Church daarentegen had een lang en gelukkig leven. En u wil het dat Alonzo Church is mijn overgrootvader. Nou ben ik niet familie van hem, maar ik ben wel in academische zin familie van hem. In de zin van promotor en student. Dus de promotor van mijn promotor en weer zijn promotor, dat was Alonzo Church. In ieder geval, we gaan nu even verder met Turing, want dat is toch wel de meest bekende van dit drietal. Trouwens ook een student van die Church. Deze Turing die legde de fundering van de huidige computer in wiskundige vorm. En hij deed niet alleen dat, hij kwam ook
met de volgende ontdekking. Je kunt niet alles berekenen op zo'n computer. Zelfs als je heel veel tijd hebt, dan kan zo'n computer niet alles uitrekenen wat je zou willen. En het probleem waarvoor hij dat liet zien, dat is een probleem wat jullie eigenlijk allemaal wel kennen. Dat is het stopprobleem. En dat is het probleem, als je aan je computer iets vraagt, dan zie je 5 minuten wachten. En dan komt er zo'n zandlopertje, jullie zien hier achter mij ook zoiets dergelijks. En dan heb je 5 minuten gewacht en dan moet je beslissen, ga ik nog 5 minuten wachten en dan krijg ik het antwoord. Of ja, stop ik er maar mee, want er komt toch niks uit. En zou het niet geweldig zijn als er rechtsboven in het scherm een klokje zou komen waarin stond, u hoeft nog maar 2 minuten te wachten en dan komt het antwoord daar. Of het duurt nog 35 jaar. Turing die liet zien dat het echt onmogelijk is. Zo'n stukje programma kun je niet maken. Dat is onmogelijk en dat bewees hij. We zijn dus geïnteresseerd in die problemen die we kunnen oplossen. Maar we zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in die problemen die we snel kunnen oplossen. Want als we 35 jaar moeten wachten op een antwoord, daar hebben we niet zoveel aan. Maar wat is nu snel? Wat is nu een snelle oplossing? En om dat duidelijk te maken, wil ik eigenlijk eerst gaan zeggen wat langzaam is. Wat is een langzame oplossing? En dat wil ik doen aan de hand van het schaakspel. U ziet hier het schaakbord voor me. En dat werd 1500 jaar geleden werd dat uitgevonden in India. En die uitvinder die liet iedereen daarmee schaken, ook de koning. En de koning die was zo enthousiast over dat schaakspel, dat hij die uitvinder een beloning wilde geven. Hij zei, beste uitvinder, ik vind het zo'n mooi spel, u mag vragen wat u wil. En u moet weten, deze uitvinder had een heel gelukkig leven en hij had ook 5 jonge kinderen en een 6e was op komst, dus er moest nogal wat brood op de plank komen. En de uitvinder die vroeg het volgende, hij zegt, beste koning, ik zou graag willen dat ik op de eerste vakje van het schaakbord, dat ik daar 1 rijstkorrel krijg. Zijn vrouw was er niet zo blij mee hoor, met die ene rijstkorrel. Maar hij zegt, dan wil ik graag de volgende dag op het tweede vakje 2 keer zoveel rijst als op het eerste vakje. Dus daar liggen 2 rijstkorrels. En dan wil ik op het derde vakje weer 2 keer zoveel rijst. En dat wil ik net zo lang tot we bij het 64ste vakje zijn aangekomen. Goh, zei die koning, kan je niet wat leukers vragen, want dit is een beetje saai. En natuurlijk zal ik je dat geven. Nou, zei die uitvinder, ik wil dat je me dat geeft. En als je niet daaraan kon houden, dan moet je de gevangenis in. Nou, zei die koning, geen probleem. En de dag daarna kwam de uitvinder thuis met nog wat meer rijstkorrels. We waren bij 4, dus dit zijn er 8. Dus ook niet zo heel veel. Vrouw was nog niet echt tevreden. En een paar dagen later kwam hij met nog meer rijstkorrels thuis. 32. En na een week, ja, dan werd het al een handje, maar dat was nog steeds niet echt interessant. Maar na 14 dagen kwam je met een hele kilo rijst thuis. En u moet weten, 50 milligram weegt een korrel rijst. Dus 20 korrels zitten er in een gram. 20.000 korrels, dat is een kilo. Dus dit is ongeveer 20.000 korrels. En we waren bij dag 14. En als we 24 dagen verder zijn, dan neemt hij niet 1 kilo, maar 1000 kilo, 1 ton rijst mee naar huis. En 32 dagen, als hij die rijst mee naar huis had gekund, had genomen, dan had hij een enorme hoeveelheid vrachtwagens nodig gehad om die rijst mee te nemen. Zoveel, ja. En op dag 64 nam hij een aantal rijstkorrels mee dat je in 19 cijfers moet beschrijven. Dat is 92 miljard ton rijst. En dat is genoeg om voor 200 jaar lang de gehele wereldbevolking iedere dag van rijst te voorzien. Dus u begrijpt, daar kon die koning niet aan voldaan. Hij ging het gevangen in en de uitvinder leefde nog lang en gelukkig. Maar wat ik hier belangrijk vind en wat u mee moet nemen vanavond, is die exponentiële groei. Iedere keer verdubbelen is binnen de kortste keren enorm groot. Als we 5 schaakborden hadden gehad en dus ongeveer 300, iets meer dan 300 vakjes hadden gehad en 300 keer verdubbeld, dan hadden we net zoveel rijstkorrels meegenomen als er moleculen in het heelal zijn. En deze exponentiële groei, die zie je niet alleen met rijst, maar die zie je ook bij infectieziekten zoals AIDS en ebola. Als 1 iemand 2 personen aansteekt en die weer 2 personen,
dan krijg je die exponentiële verdubbeling. En binnen de kortste keer is iedereen ziek. Daarom is dat ook zo gevaarlijk. En je ziet het ook bij kettingbrieven en piramideschema's, waarbij je meerdere mensen brieven stuurt, die dan weer meerdere mensen brieven moeten sturen. En als je zo'n schema hebt, dan is het binnen no time een gigantische hoeveelheid geworden. En deze exponentiële groei, die zie je ook in een computer, in een computerprogramma. Als hij problemen oplost. En om dat aan te tonen, ga ik een ander probleem bespreken. Namelijk het boedelscheidingsprobleem. Dat zijn een man en een vrouw, waarschijnlijk geen uitvinder, die samenwonen. En die hebben 5 gelukkige jaren gehad. En na 10 jaar besluiten ze om te gaan scheiden. En ze scheiden. En dat betekent dat hun spulletjes verdeeld moeten worden. De lamp en de vaas. En alles moet verdeeld worden in tweeën. En u begrijpt, de lamp kost 14 euro, hebben we hier gezegd. En de vaas 4. En dit doosje is heel bijzonder, is 22. Hier een foto van de baby, 8 euro. En die spulletjes moeten in tweeën verdeeld worden. Op zo'n manier dat de man evenveel meeneemt als de vrouw. En evenveel betekent dat je de prijskaartjes bij elkaar optelt. En dat is net zoveel wat de man meeneemt als wat de vrouw meeneemt. En nu zit hier exponentiële groei in, want stel dat ze een verdeling hebben. Als ik nog een nieuw item erbij doe, bijvoorbeeld de ijskast moet ook nog verdeeld worden, dan zijn er 2 mogelijkheden. Die gaat naar de man of die gaat naar de vrouw. En het aantal mogelijkheden verdubbelt. En dat is ook zo bij dat langste pad probleem. Als ik van Amsterdam naar Madrid ga, dan verdubbelt ook het aantal mogelijkheden. Het verdubbelt is zelfs nog meer dan dat. En dat is niet alleen bij het langste padprobleem, maar dat is bij een heleboel andere problemen waar wij in de praktijk in geïnteresseerd zijn. Bij het maken van optimale treinroosters, het maken van lesroosters, het zo economisch mogelijk indelen van vracht in vliegtuigen bijvoorbeeld. Maar het komt ook voor in de biologie, in de scheikunde, in de natuurkunde, in de kunstmatige intelligentie, in de economie. Als u sudoku-puzzels oplost, ook daar zit die exponentiële groei bij het vinden van een oplossing. En dan zult u zeggen, ja, maar hoe zat het dan met dat algoritme van Dijkstra, dat kortste pad van Amsterdam naar Madrid? Daar moet je toch ook alle mogelijkheden afzoeken. Maar dat is niet zo, want Dijkstra had een slimme methode gevonden om dat wel snel te kunnen vinden. Je hoeft niet alle methoden af te gaan. Maar bij dat boedelscheidingsprobleem en bij die grote lijst van problemen die ik net noemde, is de beste methode die we kennen alle mogelijkheden af. En dat gaat eenvoudig niet, omdat er die exponentiële groei is. En nu is er de hamvraag, de miljoen dollar vraag. Letterlijk miljoen dollar vraag is of er voor die problemen, zoals dat boedelscheidingsprobleem en langs de pad, niet ook een snelle oplossing is. En als u dat vindt, als u dat opgelost heeft, als u weet of dat wel of niet het geval is, dan verdient u daadwerkelijk een miljoen dollar. Want er is een Clay Foundation, dat zijn hele rijke mensen en die hebben een heleboel geld in de wiskunde gestoken. En die hebben 7 problemen naar voren gebracht. Eigenlijk, ze hebben dat niet gedaan, maar de wiskundige gemeenschap heeft dat gedaan. En voor ieder van die problemen kan je een miljoen dollar winnen. En één van die problemen is precies dit probleem. Of je snel dat boedelscheidingsprobleem kan oplossen of niet. En die vraag, die heet de P versus NP vraag. En het is heel erg interessant dat als je voor 1 van die problemen die ik net geschetst heb, dus dat boedelscheidingsprobleem of dat langste padprobleem, als je daar een snelle oplossing voor vindt, dan vind je voor al die andere problemen ook een snelle oplossing. Dus dan maak je ook de biologen blij en ook de economen blij en iedereen maakt je blij. Maar als je voor 1 van die problemen laat zien dat er geen snelle oplossing is, dan zijn al die problemen niet snel oplosbaar. En het moeilijke is, wij verwachten dat het laatste het geval is. Wij verwachten dat er geen snelle oplossing is voor die problemen. Dat al die problemen moeilijk zijn en dat er geen snelle algoritmes voor zijn. Maar God, niemand weet precies hoe dat zit. Het zou de ene kant op kunnen vallen, het zou de andere kant op kunnen vallen. Als u het weet, dan kunt u een miljoen dollar verdienen. Nu, omdat we geen snelle algoritme kunnen vinden voor deze problemen, is het misschien een idee om een snellere computer te bouwen. En misschien heeft u wel gehoord dat de computer van de toekomst, dat is de quantumcomputer. En misschien biedt die wel uitkomst. Hoe dat zit, die quantumcomputer, dat hoort u in het volgende college.